What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're going to be jumping into the next one on our Tanya Cross journey. Hope, I'm told she's singing it to Tommy Christian. Let's jump in. We've got a little bit of the dialogue. We've got the translations to whatever we need translations to. Thanks to Paul H. Much love. Go show him some love. Let's jump into it. Let's check it out together. You asked for it. I'm here with it. Let's go. En welke musicals heb jij allemaal gedaan de afgelopen tijd? De afgelopen tijd of vanaf het begin? Nou ja, ik weet niet hoe lang. We hebben het natuurlijk ongeveer gezien. Nee, toen ik in mijn vierde jaar zat, toen ging ik auditeren voor Dirty Dancing. Daar werd ik toen aangenomen. Dat was super gaaf. Dat was mijn eerste productie. En daar was je in the time of your life? Ik had echt the time of my life. Yeah, do it. Ja, my zeker. Favorite movie ever. En, let's go. Daarna ging ik meteen en mocht ik de hoofdrol gaan spelen in High School Musical. En dat was echt mijn eerste grote rol. Toen ging het eigenlijk allemaal een beetje All You Cop Love Me Tender. Een stuk met hits van Elvis. The Little Mermaid, Zorro. Grease vorig jaar en Hair. En wat was je mooiste rol? All kinds of musicals, baby. Ik heb dat Op Zoek Naar programma gedaan bij de AVRO. Ja, toen had ik gewonnen en dat was wel een van de toppunten van mijn carrière tot nu toe. Ja, en nu heb jij zelf heel groot nieuws, want je hebt... Nou ja, zeg jij het zelf maar. Ja, het is echt een ongelooflijk lang auditieproces geweest. Ik heb nog nooit zo hard voor een rol moeten knokken. Maar daardoor voelt de triomf ook des te groot. Hè? Nee, ik mag samen met Jim Bakkum de hoofdrol gaan spelen in de nieuwe musical On Your Feet. En dat vertelt het verhaal van Gloria en Emilio Estefan. En dus ook jij bent Emilio, hè? Ja, ik ben Emilio. Ah, de man van Gloria Estefan. Cool. Ik ben de man van Gloria Estefan, dus... I know that's probably already passed, but I'm going to check that out. Ik ga nog een paar keer in de zon liggen en mijn baard een beetje bijkleuren. En dan ben we alle afspreken dat we daar samen naartoe gaan? Nou ja, dat zou ik echt superleuk vinden. Aan het begin al zeggen, Kim, jij gaat ook mee. Hebben jullie allemaal je vuurdoop, weet je wel? Absoluut. Nee, maar dat is dan afgesproken. Dat is natuurlijk een heel mooie nieuwe uitdaging. Wij komen allemaal kijken. Heel erg zin in. Kijk er heel erg naar uit. Tara, jij bent aan de beurt. Ja, ik wil heel graag voor jou, Tommy, een nummer zingen waarbij ik denk dat het grote Nederlands publiek toen dacht, aha, dat is een bijzondere jongen. Dus ik wil voor jou de Zorro-hit zingen, Hope. Ah, echt? Ja. Dat vind ik super gaaf. En het is een dijk van een nummer. En ik dacht van, ik ga een musical nummer zingen. En dacht ik, oeh, dat is toch wel pittiger studeren dan ik dacht. Ja. Ja. Maar ik zing het in de oorspronkelijke Engelse versie. Ja, te gek. Want ik dacht van, ik ben altijd wel van de oorsprong. Dus dan doe ik dat. Dus ik hoop dat je ervan kan genieten. Ja, ik denk het wel. Ja. Nou, laten we eens even kijken naar... Ja, we kijken even hoe he already knows what he's gonna enjoy it. Ja, dit kleine stukje aarde, waarom ik ben grootgebracht, is mij heel... Het was bij Op Zoek Naar Zorro. Ja, dat was de finale van Op Zoek Naar Zorro. Ja. Ik kende nooit de waarde, nu ik weg ben heb ik nooit, van wat ik achter heb gelaten en verloor. Ik ga door. Hey, Pia. Open de deuren, nu zal het gebeuren, want... Hebben jullie veel contact onderling met bijvoorbeeld een Pia Douwens? Ja, heel erg. Die hebben ons continu zo erg begeleid tijdens het hele traject. Dat was echt super leerzaam ook. Dat is echt gek. Oh, leuk. That's very cool. Nou, ja. Tania. Ik heb onwijs veel zin, want ja, die nummers zijn vaak gewoon zo theatraal en groot en breed opgezet. Hey, en dan zo hoog. They are, though, I love myself musicals. Like, seriously, you guys have seen it time and time again. Musicals, Disney stuff. Any kind of thing that kind of makes you feel, kind of takes you on an emotional roller coaster, kind of tells a story, is up there, kind of showboating it off, kind of just kind of going through the motions. It's very, very cool for me. I don't know why I've always been attracted to musicals. I just have been. This is going to be very, very cool to see. Let's go. Genoot, bang. En dan, I'm glad she's so excited about it. She looked like she could do Broadway. We've heard her sing. Like, come on. Met het nummer, let's get a Tanya Cross on Broadway. En op een gegeven moment komt daar dat ene moment. Ik vind het een hele goede keuze van haar. Ik denk dat het heel erg goed bij haar past. Believe
destroy all my father lived for. This land that I've loved, this land torn apart, is this what he died for? Wow. I grew among these people. Now their lives are held in chains, and the houses built with love are prison walls. We believed the land was sacred. Now the land is stained with blood, and when his little children once sang hymns, the devil calls. Hope, building a future, hope bound us together, hope strongest will to be here. Time, time brought us closer, trust making us stronger. Wow. Dream. Tell me you can't see her on a Broadway stage. Knowing we could be free. Building up. I thought I could survive. I turned my back on all they gave me, and have I wasted all these years? As I fought to keep my father's dream alive, this I see. Now, nothing is better. Let's go. That's the part he was talking about, I guarantee, when he said it has a build up, and there's a part in there that I think is going to fit her perfectly. That's the part he's talking about. Get it. Holy She knows she killed it. Come on. Ik ben blij dat ik niet met jou in die finale van het programma stond. Dat was echt waanzinnig. Want je gaat echt in één klap ga je weer terug naar alles wat er toen is gebeurd. En dat hele programma. En het was natuurlijk zo'n gekke rollercoaster. En echt al een van de hoogtepunten uit mijn carrière. En dat heeft zij gewoon in dat nummer. Heeft ze me daar weer eventjes aan herinnerd. Dus dat was echt, ja, was te gek. Bizar. Ze blijft me elke keer weer verbazen met wat zij allemaal kan. It was mind-blowing is what it was. Het is nooit fout. Want it's not normal at all. Ze heeft iets wat wij niet van geboorte hebben. Dus je hebt gewoon zo'n stem. En dan ga je naar school om het te kunnen... Ja, ik heb ook mijn bachelor, mijn master's en mijn vak. Dus er zijn ook mensen die hier rondlopen met zo'n stem, maar dan... Uiteraard, we zijn in Nederland hele goede operazangers. Ja. Maar we zijn allemaal zangers. Ik bedoel, je hebt de musical, pop en een slager, alles door elkaar. Maar we hebben één ding gemeen, we hebben zangersharten. Mm-hmm. En dat maakt het dan gewoon mooi. En ik vind het leuk dat we dan zo op zo'n manier dan toch wel elkaar kunnen kruisbestuiven. Ja, ik bedoel, we hebben zoveel gemeen. Nou, ik zeg je eerlijk... Ik kan niet zo zingen, hoor. Nee. Ik kan niet zo zingen, man. Ik kan ook echt niet zo zingen. We hebben heel veel gemeen bij zangers. Nou, ik voel me... Ik weet niet waar jij het over hebt, maar... Nee. Ik ook, man. Dat is gemeen dat hij dat is heel gemeen, ja. Ja. En dit is gemeen. Echt. Zorro was voor jou wel ook een hele belangrijk moment.
in je leven. Niet alleen om natuurlijk het feit dat je won. Ja, bedoel je dat ik daar mijn partner heb leren? Ja, ja, nee, zeker. Dat is wel een dingetje. Mijn tegenspeelster, dat was Michelle. En dat was wel heftige liefde meteen die daar ontstond. Moesten jullie elke avond ook zoenen op het podium? Ja, ja, maar dat is niet zo boeiend, want in ons vak moet je dat heel vaak doen, weet je wel. Dat is, ja, maar dat is ook echt, dat is technisch. Technisch zoenen? Het is technisch, ja. Maar het is ook, zeg maar, kijk, als je als acteur, dan ben je ook echt in het moment op dat moment. Ja. Dus het is ook af en toe gewoon een beetje geoorloofd vreemd gaan. Want ja, je moet toch echt de mensen laten geloven dat je op dat moment echt verliefd op je show. En dat noem je dan technisch zoenen? Dat is technisch zoenen. Nee, nou, dat gebeurt dus niet. Maar technical wij zaten meteen op zo'n heftige manier in elkaars energie. We waren zo erg van elkaar onder de indruk. Dus je kan je voorstellen dat je dan zo'n hele tour de hele tijd zo in elkaars energie zit. En ja, we hadden een ongelofelijke klik en hadden elkaar daar gevonden. En nu hebben we een dochtertje, Lily. Ja. Aww. Very beautiful, very beautiful. Zorro baby. The Zorro baby. Right here is where we're going to end it off because they're going to jump over to Mon. Most certainly a very, very beautiful song. I'm saying Tanya Cross could do any kind of musical any day with that voice. Do put her in any opera. I'm there all day long. Let's watch it. If you guys enjoyed it, make sure you go over and show Paul A some love on his channel. Go show Avocho some love on their channel. Hit the like button if you liked it. The dislike button if you disliked it. Check out the other video up there. One of these guys up here. Until the next one, highly combustible. You guys be happy, healthy, safe, love you to the moon and back. Peace.